De petitie van de SP tegen het boren naar olie en gas in de bodem van Woerden, of eigenlijk het hele Groene Hart, is tot nu toe door zo'n 2500 mensen ondertekend. De SP zet in op gebruik van schone energie in plaats van fossiele brandstoffen. Probleem is daarbij dat veel mensen geen geld hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of isolatie te laten aanbrengen. Wij zien bij de SP dat vooral de mensen die het toch wel kunnen betalen, dat die gebruik maken van die subsidies. En we spreken ook mensen die zeggen van ja, wij zouden dat best wel willen, maar wij kunnen dat gewoon niet betalen. Ja, en vervolgens, wat je dus ziet bij de huurwoningen, is dat wij hebben bij GroenWest daar ook een gesprek over gevoerd. En GroenWest heeft daar ook hele goede plannen en ideeën bij om dat te doen. Die zijn daar ook al heel goed mee bezig. Maar uiteindelijk wordt er toch een stukje van die rekening dan weer bij die burgers neergelegd. Eind dit jaar wil de SP de ingeleverde handtekeningen overhandigen aan de minister.